Leidinggevenden vinden het prachtig als medewerkers eigenaarschap laten zien. Als ze persoonlijk leiderschap tonen in hun gedrag. Initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe komt het dan dat het dan toch zo moeilijk is om beweging op gang te brengen en vernieuwing in de organisatie? Het korte antwoord is: onbewust zoeken mensen allemaal de makkelijkste weg. Ze komen maar om twee redenen in beweging. Ofwel omdat ze genoeg ongemak ervaren van iets, ofwel omdat ze genoeg naar iets verlangen. Voorbeeld 1. Als een medewerker niet goed functioneert en daar last van krijgt, door ontevreden klanten, een kritische manager of morrende collega's, dan is de neiging om iets in gedrag te gaan veranderen groter dan wanneer het met de mantel der liefde wordt bedekt. Voorbeeld 2. Door op een andere manier te gaan samenwerken, merkt een team dat de resultaten beter worden en de klanten eindelijk optimaal geholpen kunnen worden. Ze hebben nog nooit zoveel complimenten gekregen en gloeien van trots. Dat smaakt naar meer. Kortom, wat kun je doen om mensen in beweging te krijgen? Ga ze verleiden. Maak het toekomstbeeld heel concreet en heel tastbaar. Roep daarmee emoties op. Dan trigger je ook het onderbewuste deel van het brein van de mensen in de organisatie. Daarmee breng je beweging op gang. En onthoud één ding: waar verlangen is, wordt leiderschap geboren. Ga voor meer inzichten in organisatieontwikkeling en leiderschap naar www.optimusprime.nl.